Het traditioneel gezag moet bijdragen aan het ontwikkelen van een geïntegreerd beleidskader. Om dit te bewerkstelligen is er vandaag een workshop georganiseerd om het traditioneel gezag van de diverse Maron en inheemse dorpen aan te horen. De workshop is onderdeel van het joint programma Leaving No One Behind, dat een samenwerking is tussen het maatschappelijk middenveld, de Surinaamse overheid en een aantal agentschappen van de Verenigde Naties. Sharon Westerloo-Pinas, program manager van het joint programma, zegt dat behalve de traditionele gezagsdragers er ook vertegenwoordigers van andere belanghebbende organisaties betrokken waren bij de workshop. Het is de bedoeling dat we hun input gaan krijgen in het ontwikkelen van dit beleid. We kunnen als overheid niet zitten achter ons bureau en van daaruit het beleid bepalen. Of dat we misschien consultants aanhuren om dan een rapport voor ons op te maken en that's it. Maar de input van de mensen is heel belangrijk. Het gaat om hun belevingswereld, het gaat om wat zij willen. Als ik dan praat over een geïntegreerd beleidskader, gaat het om beleid dat gericht is op inclusie. Beleid dat gericht is op het verbeteren van hun levensomstandigheden. Beleid dat gericht is om de mensen te helpen nieuwe inkomstenbronnen te identificeren. Beleid dat gericht is op een stukje verbetering van hun levensomstandigheden. Voor het ontwikkelen van een geïntegreerd beleidskader heeft de organisatie achter het joint program Leaving No One Behind ook consultants ingehuurd, namelijk 1 lokale en 1 buitenlandse consultant. Westerloo-Pinas zegt dat er ook kennis binnenshuis is wat samengevoegd zou worden met de adviezen van de consultants en de traditionele gezagsdragers om te komen tot het uiteindelijk product. De rol van het ministerie van regionale ontwikkeling. Het ministerie heeft een leiderschapsrol in dit project vanwege het feit dat de directoraten, dat zal ik ze opnoemen, het directoraat voor duurzame ontwikkeling inheemse, het directoraat voor duurzame ontwikkeling Afro-Surinamers binnenland en het directoraat voor duurzame ontwikkeling agrarisch sector binnenland zijn allemaal directoraten die vallen onder mandaat van het ministerie. Het is daarom ook zo dat het secretariaat voor het uitvoeren van dit project gehuisvest is op het ministerie zelfs. Het wordt het Program Management Unit genoemd. En daarvan ben ik dus de programmanager. Westerloo-Pinas haalt aan dat na vandaag al hetgeen de mensen tijdens de workshop naar voren hebben gebracht, meegenomen wordt bij het formuleren van het geïntegreerd beleidskader. En uiteindelijk zal er implementatie moeten plaatsvinden.